Welkom bij de highlights van week 4 van de Dutch Darts Quarantaine League. Op dag 1 speelt Vincent Kamphuis tegen Jimi Hendrix. Jimi Hendrix had nog geen punt gepakt in deze league. Heel slordig vaak op de dubbeltjes. Maar eerst begint Kamphuis met een 128 finish op de boel. Heerlijk begin voor Kamphuis om 1-1 te maken. Kamphuis mist veel dubbels. En dan komt Hendrix op 140 en dan doet hij triple 20, triple 20. En dan gaat Hendrix naar dubbel 10. En die gooit dubbel 10 ook uit voor een 5-2 voorsprong. Lekker na. 5-2 voorsprong. Hendrix op 94. En die gaat naar tops. En de derde pijl is raak. pak zijn allereerste punt in deze competitie. Graag dan met darts krijgen. En krijgt de eerste op dubbel 10. Maar die gaat er niet in. Mag zo terugkomen voor dubbel 5. Dan komt die dubbel 5 Jimi Hendrix. En de wedstrijd. Hendrix wint. En pakt zijn allereerste punten. Dan Arjen Kolteman tegen Barry van Peer. De wedstrijd van de week bijna. Doordat je de vrijdagadviesje hebt gezien. Kolteman op 100. Tops, maar Kolteman komt achter. Komt snel achter. Van Peer wel slordig nog steeds met zijn eerste pijl. Kwam terug bijna tot 3-3. Werd 4-3. Dan van Peer met een 146 finish. In deze 12 dart leg. Toch van Peer. Wel weer wat beter dan die weken vol, maar nog niet top. Maar het zit er wel aan te komen hoor. Hier een goede score van Van Peer gaat hem dan wegzetten op 146. Komt er maar zetten nog wel wat druk, maar het was niet genoeg. Want hier komt 146 van Barry van Peer. Dubbel 16 en die is raak. Dan doet Komtel maar nog iets terug. Met een 108 finish. Maar het mocht niet baten. Want Barry van Peer gaat match darts krijgen. Op 6-4. Dubbel 10 en die is raak. En zo wint Barry van Peer ook. Dan donderdag. Omer Roelofs tegen Danny Oldenkalter. Oldenkalter die we vorige week een punt hebben zien pakken tegen Heine Ulderiks. Waar hij echt weer sterker gooide. Lek 2. Pak de eerste lek. Oldenkalter tweede lek. Pak Roelofs met een 96 finish. Dan lek 5, 124 staat op het programma voor Omer Roelofs. En die gaat gewoon uit in 3. Level de wedstrijd op, pakt een break. Houd die break op vol en staat Oldenkalter op 100. En die gaat uit. Dan 71 voor een punt voor Oldenkalter. Waar verpest die kans? En ik kan u nu al zeggen, hij gaat nog veel meer verpesten hoor. Want Roelofs die gaat hem dan wegzetten. En die gaan dat beter doen als Oldenkalter. Oldenkalter gaat nog wel 3 pijlen krijgen voor een punt. Die zit er binnen. Die zit er ook binnen. En dan gaat Roelofs terugkomen voor die 2 punten. Een belangrijke 2 punten. Gaan we naar dubbel 18 toe. En die is raak. En zo pakt ook Omer Roelofs 2 punten. Dan de kraker van deze week. Vrijdagavond was het zover. Heine Ulderiks tegen Kevin Doets. Nummer 1 en 2 tegen elkaar. Een super begin van Heine Ulderiks. Echt een super begin. Komt 3-0 voor. Dan doet Doets iets terug. Op 108 staat hij dan. Ulderiks heeft er al een punt te pakken. Staat 6-2 voor. Maar verpest het helemaal. Die goede 108 finish van Kevin Doets. Krijgt hij een beetje het moraal van Ulderiks mee. En Ulderiks slordig hier, de laatste leg. Doet ze op 208, Ulderiks op 120. Zet hem goed weg hier, doet ze met een 180. En dan Ulderiks, 120 voor de wedstrijd. Pijl zit er ver onder, zagen we vaak op bij Ulderiks, zeker op het eind van de wedstrijd. Maar 24. En dan doet ze 28, dubbel 14 voor een punt. En die pakt hij ook. Op dubbel 7. En zo is Kevin Doets nog steeds koploper in de Dutch Darts Quarantaine League. Gaan we nu de stand in het beeld krijgen. Wat ik al zei, Kevin Doets 1, Omer Roelofs 2 en Barry van Peer 3 springen alle twee over Heine Ulderiks heen die maar 1 puntje pakte deze week. Dan Jimi Hendrix heeft 4 punten achterstand op de nummer 2, 3 en 4. En die deelt zijn plekje 5 met Arjen Kolteman en Vincent Kamphuis. Die hebben ook alle twee 2 punten. En hekkensluiter is Danny Oldenkalter met 1 punt. Dinsdag Barry van Peer tegen Danny Oldenkalter. Woensdag Kevin Doets tegen Jimi Hendrix. Donderdag Heine Ulderiks tegen Omer Roelofs.
En vrijdag Arjen Kontelman tegen Vincent Kamphuis.